Hoi en welkom op het kanaal. Vandaag heb ik weer een herfstachtige look voor jullie. Tenminste, ja, ik weet niet. Ik vind het herfstachtig. Het kan ook gewoon een glamour look zijn. Met een hoop kleur en shimmer. Want daar had ik zin in. Dus ja, laten we snel beginnen. Vandaag ga ik weer eens eventjes een op de oogschaduw gebaseerde look doen. Vorige keer had ik een Get Ready With Me-achtige stijl gedaan. En toen bij het editen, toen ik zag hoe lang het werd, herinnerde ik me ineens. Oh ja, daarom focus ik tegenwoordig vooral op de ogen. Dus ja, vandaar. We gaan denk ik wat ingewikkelds doen, maar ik weet het nog niet zeker. Ik ga in ieder geval het Heaps of Sweets palet van Exo Beauty weer eens gebruiken. Want ik weet niet, ik wil het hem weer eens gebruiken. Dus vandaar, maar eerst eventjes de oogleden primen. Nog een reden waarom ik deze trouwens weer eens wil gebruiken is omdat ze weer een nieuw palet uitgebracht heeft. En ik heb hem besteld. Alleen is het pre-order en wordt die pas half november verstuurd. Dus waarschijnlijk tegen de kerst of zo heb ik hem eens een keertje. Anyway, maar goed. Ik ga eventjes een techniek deur doen die ik laatste tijd vaker heb gedaan met een kwast erbij. Tenminste, toen leek hem een stukje plastic. Maar ik dacht, een kwast prikt minder. En Made You Look by Lex, zij doet het ook altijd met een kwast. Dus ik dacht, ik probeer het ook eens met een kwast, die winged shape. Dus ik hou jullie even wat dichterbij dat je beter kan zien. En dan kunnen we starten met het leuke gedeelte. We gaan het vandaag trouwens helemaal doen op Art of... Dat was niet de kwast die ik probeerde te pakken. En ook niet de kant van de kwast. In ieder geval, eventjes mijn primer. Serieus, hoe snel creased primer bij mij? Waarom zit er een wimper in mijn primer? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval, we doen het vandaag eventjes... De oorlog tegen een wimper. Met een compleet artificial lighting. Dus ik weet niet of je het kan zien aan... En nu is de wimper haar weer terug. Waarom? Anyway, maar goed, dat was dus mijn punt. We doen het eventjes met artificial lighting, want we hebben weer het aloude probleem van wolken en zon en wolken en zon en wolken en frustratie. Aan mijn kant in ieder geval. Op deze manier blijft de belichting tenminste hetzelfde. Ik ga in ieder geval beginnen met, ja, ik wil eigenlijk een paarsige look doen. Ik denk dat ik aan dit oog ga beginnen deze keer, waarom niet? Ja, dus ik ga beginnen met in dit palet de kleur Gumdrop. Je hoeft natuurlijk niet hetzelfde palet te gebruiken. Het is in ieder geval een... paarsig kleurtje. En die ga ik naar binnen toe blenden. Ik deed deze techniek gisteren ook op mezelf. Toen was ik make-up aan het doen. Ja, voordat ik ging aan het werk ging als make-up artist. Dus ik had geen tijd om het te filmen. Toen kwam ik er wel achter dat ik de kwast niet te hard in mijn gezicht moet houden. Want anders heb ik echt een half uur lang een deuk. Ik ben helaas, kwam ik dus achter, niet meer van de leeftijdscategorie dat dat binnen 10 seconden ondeukt is. Helaas. Wat een desillusie. Tragisch. Maar goed, dit in ieder geval mooi blenden zo. Zo was dat. En dan ga ik er met een donkerdere paarse kleur overheen met een kleiner kwastje. En die probeer ik meer aan de buitenkant te houden. En dat was serieus het enige idee wat ik had trouwens, dat ik met mijn ooglid ga doen. Ik heb geen flauw idee. Dat zien we wel. Oké, nou we dit resultaat hebben, ga ik eventjes erin met een wenkbrauwbot highlight. Deze keer eentje met shimmer, want er zit geen niet-shimmery versie in dit palet, dus vandaar. Dan veeg ik even deze kwast een beetje af en dan ga ik eventjes verder blenden aan die randen hier. Ik vind het zelf bij mezelf wel mooi als je binnen zijn ooghoek wat verder naar boven zit qua kleur. Maar dat is even net wat je zelf mooi vindt. In ieder geval zorgen dat het geen harde lijntjes meer zijn. Oké, dat zit erop. Heb ik al beslist wat ik op het ooglid wil? Nee, uiteraard niet. Snelle beslissing, juist. We gaan eventjes terug naar de primer en ik ga een cut crease doen. Deze keer op de officiële manier met primer of concealer als je dat liever hebt. En eerst die cut crease uittekenen. Want ik wil namelijk de shimmers uit dit palet gebruiken en die weet je wel, ja... Het zijn hele mooie oogschaduws, maar het werkt dan wel wat prettiger als er daadwerkelijk al wat onder zit. Want het is tenslotte geen, weet je wel, liquid metal-achtig iets. En des vandaar. Ik doe denk ik een halve cut crease. Lijkt zo.
En dan dat naar binnen toe blenden. Zodat het een beetje een mooi resultaat krijgt. Zoiets als dit. Ja. En ja, bovendien als dit er dan net op zit, dan is het nog lekker kleverig. Dus dan pakt het goed. Ik babbel even door, want ik zit ondertussen te verzinnen welke kleur ik überhaupt wil. Ik denk voor de gouden tint gaan, want ik heb het eerder idee dat bij mijn sjaal past. Het is eigenlijk een spiral sjaal masker ding met schedel erop. Misschien dat ik het als ik het niet vergeet later nog had zien, anders. Ik heb het ook in een vlog laten zien. Ik weet niet, ik zag hem online en ik had hem niet nodig, maar ik besloot dat ik hem toch wilde hebben, want dat heb je soms. Dat heb ik heel vaak. Heel, heel vaak, zeker wanneer het om kleding gaat. Maar goed, in ieder geval goud en paars vind ik altijd een mooie combo, dus die komt op het ooglid zo. In de categorie trouwens van herfstlooks en herfst in het algemeen. Het begint al echt herfstweer te worden, weet je wel? Dat het echt killer wordt, ik weet niet. Ja, ik heb het idee dat de meeste mensen het wel gehad hebben met de herfst. Ik vind de herfst dan juist eigenlijk nog leuker worden. Je ziet nog meer van die mooie herfstkleuren en ik weet niet, ik hou van kil. Ik hou van kil. Dreary weather. Weet je wel, grauwig. Ik hou daarvan. Ik weet niet, ik heb het altijd leuk gevonden. Serieus. Zolang het maar niet echt regent, vind ik grauwig weer eigenlijk ook wel leuk. Kijk, het ziet natuurlijk mooier uit als de zon schijnt. Dat was dan wel weer zo, maar ik hou van de afwisseling, zeg maar. We hebben vanochtend ook gaan skaten en echt serieus, als je door een bos rijdt en je hebt al die herfstbladeren. En dat heb je ook echt meestal pas eind oktober, dat al die herfstbladeren zo om je heen dwarrelen in geel en goud en oranje en wauw. Kan je vertellen, onder je skates is het wat minder prettig, want zeker natte bladeren, daar glip je zowat over weg. Maar ze zijn wel heel mooi om te zien, dat dan weer wel. Ik ga eventjes door naar een koperkleurtje trouwens, wat donkerder kleur op de zachtere kant van de kwast. Om eventjes een beetje meer duisternis in de buitenste ooghoek te blenden zo. Goed, ja weet je, en je kan ook aan de kilte in de lucht dan al merken, weet je wel, de winter komt eraan. Ik hou gewoon van seizoenen, weet je wel. Ik zou geloof ik nooit echt in een land willen wonen waar je echt niet echt... seizoenen heb. Ik hou ervan dat je echt die overgang van die seizoenen ziet. En zeker die koudere seizoenen, die zijn echt gewoon, terug naar een andere kwast, mijn favoriet. Ik ga even iets proberen waarvan ik niet zeker weet of het gaat werken. Ik ga een eyeliner kwastje in water dopen. Het water dopen heb ik bij deze gedaan. En dan in die lichte shimmerkleur die ik onder mijn wenkbrauw heb gebruikt. En dan proberen langs... die rand te gaan in de hoop dat ik hem nog ietsje meer pakkend weet te krijgen. Als je slim bent pak je hierbij een spiegel dichterbij. Maar persoonlijk heb ik zoiets van YOLO. En doe ik het met een spiegel 10 kilometer bij me vandaan. Maar het werkt wel, want nu is de buitenrand net ietsje meer sparkly waardoor het meer opvalt. Dan eventjes eyeliner. Daarvoor ga ik wel eventjes in tegenstelling tot net een spiegel dichterbij pakken. En ik ga gewoon voor een flinke wing. Oké, de eyeliner zit er ook op. Ik ga eventjes mijn gezicht snel op camera doen. En, want dat is toch iedere keer hetzelfde. En dan kom ik weer terug om de boel af te maken. En gezicht zit erop, zoals altijd alles wat ik gebruikt heb, staat weer onder het filmpje in de omschrijving allemaal genoteerd, mocht je dat willen weten. In ieder geval gaan we nu eerst maar even de ogen afmaken. Daar ga ik eerst eventjes de zijkant van de kwastje gebruiken met die donkerpaarse kleur. Goed aftikken, want op dit punt wil ik uiteraard geen fallout. En die tussen mijn wimpertjes duwen. Echt vanaf de wing. Ik vind het zelf altijd mooi als dat... ja, als het donkere wat dat betreft doorloopt. Ook naar de onderkant, maar ik heb vandaag zin om een lichte waterlijn te doen en geen donkere waterlijn. Dus de duisternis zal daar dan weer onder moeten. De duisternis. Anyway, daarna naar de paarse kleur, de lichtere paarse kleur moet ik zeggen. Op een blendkwastje en daarmee ga ik in feite het smoky gedeelte hier ook naar onder het oog toe trekken. Dus
al mooi zacht wordt. Lekker zo. En dan voor de binnenste ooghoek highlighter ga ik... Het leuke moment dat je stoel je laadjes blokkeert. Echt. Een hele lichte liquid metal oogschaduw van Catrice gebruiken. Wauw, er zaten opgedroogde stukjes aan, die liggen nu overal. In ieder geval, ik pak even een pencilbrush erbij, want anders dan weet ik zeker dat ik veel te veel aanbreng. Want een halve molecuul hiervan is ongeveer genoeg om je complete ooglid te bedekken. En dat gaat dan in de binnenste ooghoek. Zie je, dan heb je al bijna te veel. Ik gebruik in ieder geval de lichtste tint hiervan. Je hebt dus dingen ook van Huda Beauty, van Stila, dat soort merken. Maar die van Catrice is wel lekker goedkoop. Dan wimpertjes. Ik ga voor een aardig oud groot paardje. Wat heb ik zin in vandaag? Ik stak bijna mijn duimnagel in mijn oog, maar dat terzijde. Anyway, hier is dus de before. En after. Deze is nog aan het drogen, maar daarna knijp ik hem ook even samen met mijn eigen wimpers, zodat hij goed vast zit. Ondertussen doe ik alvast even een nude lipstick op, dan is het ook altijd gebeurd. Altijd gebeurd. Alvast gebeurd, wanneer je te gehaast bent om normaal te praten. Oké, lipjes zitten erop, gewoon een nude kleurtje. En dan eventjes... Eerst het onderwimpertjes focussen. En dan daarna een beetje mascara ook op de bovenwimpers en dan zijn we klaar. En hier hebben we dan uiteindelijk een resultaat. Voel ik het vergeten trouwens, die sjaal. Ik zal hem even laten zien. Hij is dus van Spiral, besteld op large.nl, niet gesponsord. Maar ik vond hem wel gaaf, omdat hij in de winter maar ook wel erg warm lijkt. Schedel! Ik vind hem echt super mooi, dus vandaar. Dus ja, die wilde ik nog even laten zien. Ik vond hem in ieder geval ook wel leuk, gewoon als sjaal. Ik weet niet, de detail erin, hij is heel mooi gedetailleerd. En ja, ik weet niet, de kleuren, herfstig. Ik vind hem mooi. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer van mijn filmpjes wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe minimaal 2 keer in de week een make-up tutorial. En dan op zaterdag nog een random filmpje. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!